uitzendingen worden mede mogelijk gemaakt door Rabobank Barnsoest & Nes en Uvema. Baars Lyceum. En we gaan knallen. Wat gebeurt hier allemaal? Nou, wij geven dus 2 uur lang een soort Zumba-les aan de deelnemers. We hebben een pauze, dan treedt Kelly Timmers op van Let's Dance. Dat is een demonstratie. Ja, alle mensen doen vrijwillig gratis mee. Het is echt fantastisch. Zoveel mensen met een goed hart. Ja. Ja. Langzaam opwarmen voor wat er open gaat. Steeds iets groter. Gaan we zo 2 naar voren, 2 naar achter. Waarom dit initiatief? Sinds dat ik Zumba les geef, heb ik elke keer het idee gehad, ik wilde wat meer meedoen voor de maatschappij, iets goeds. Toen hoorde ik dat een vriendin van mij, ze dacht dat ze griep had, maar het bleek acute leukemie te zijn. En toen had ik zoiets van, ja, nu ga ik echt stappen ondernemen om iets groots op te zetten in Baren, om geld in te zamelen en tegen de kanker te strijden. En zo is het eigenlijk begonnen. Ja, ik ben eigenlijk aangestoken door het enthousiasme van Sylvia om daar echt iets mee te doen. Ze had het wel vaker had ze het aangegeven bij me van ja, ik wil daar gewoon echt iets meer doen met Zumba. De passie voor het lesgeven en het enthousiasmeren van mensen, daar kan je meer mee doen dan alleen in een sportschool lesgeven. Ja, en ik deelde het wel met haar en ik vond het hartstikke leuk dat ik haar mocht meehelpen om het op poten te zetten. Zeg, wat is de reden dat je hier zo staat tussen al die dames? Tussen al die dames? Nou, ik draag natuurlijk Vaart voor Cancer een goed hart toe. Sylvia, die aan het begin van het verhaal, of aan het begin van de Zumba-les het een en ander vertelt, is een vriendin van een vriendin van ons. Dus voor mij was dat dé reden om mee te doen en mee te dansen en mee te helpen ook. Ik heb eerst de controle gedaan, zou ik maar zeggen, en iedereen ingetekend. En daarna actief meedoen. Het was ook een beetje mijn taak om de boel een beetje op te zwepen en mee te doen. Dus dat is eigenlijk de reden. Eigenlijk dus. Nou, mijn ervaring met Zumba is nul. Dit is vandaag bijna de eerste keer. Natasja, de andere organisator, die ken ik wel heel goed. En als we samen uitgaan, wel eens of met een groep, dan vind ik het wel heel leuk om met Natasja te dansen. Maar dat is dan ook mijn enige ervaring met Zumba. Dus dit is het zo'n beetje. Dus het is vandaag ook heel erg wennen. Want al die dames en allerlei pasjes waarvan ik denk nooit gedaan. Maar dat is. Ik doe mijn best. Ja. Is het voor herhaling vatbaar? Ja. Ja, morgen. Nee, het is zeker voor herhaling. Weet je, enerzijds is het doel is leuk, maar eigenlijk met z'n allen op die vloer staan te hossen is eigenlijk het allerleukste, zeg ik heel eerlijk. Dus mooi. Ja, schoenen komen uit Oslo. Ik geloof een jaar of 6, 7 geleden was ik in Oslo en toen liep ik in de winkel binnen en daar stonden deze schoenen. Maar het zijn volgens mij, kun je ze gewoon tegenwoordig via internet ook kopen hoor. Dus, Zit het lekker? Het is heel even wennen in het begin. Maar het is eigenlijk net zoals een handschoen, hè? Alleen dan aan je voeten. Dus, om nou te zeggen dat het een lekkere demping heeft, nee. Maar ja, het oog wil ook wat, toch?
Die vriendin van mij die heeft dus een beenmergtransplantatie gekregen. En dat is uit twee navelstrengen gehaald. En dat is een nieuw soort techniek die ze pas sinds 2012 doen. En dat is dus door onderzoek mogelijk gemaakt. En daarom is het zo belangrijk dat we hier dus staan met z'n allen. Gelukkig sloeg de behandeling goed aan en kon ik deze zomer een stamceltransplantatie uit twee navelstrengen krijgen. Dit is een brief die mijn vriendin heeft geschreven omdat ze zelf niet aanwezig kan zijn. Omdat hier te veel mensen zijn en haar weerstand wordt met medicijnen heel laag gehouden. En daar heeft ze toch een brief geschreven met haar verhaal erin. En een klein stukje waarom het dus zo belangrijk is dat we dit doen. En meerdere mensen met goede doelen natuurlijk. Er is veel geld nodig voor onderzoek, waar ook ik profijt van heb. Door onderzoek kon ik de juiste behandeling krijgen. Een stamceltransplantatie met navelstrengen die ze pas sinds 2012 doen. Dat is dus zo belangrijk. Er moet een dikke streep door kanker, zegt ze. En ze wenst ons een hele fijne middag. Nou, we lekker gaan starten. Ja, zoals ze zegt, vier het leven en dat gaan we doen. We gaan beginnen met de Zumba. Een heel aangrijpend verhaal, maar zo heeft iedereen in zijn omgeving wel een voorbeeld van iemand die aan de ziekte lijdt of misschien wel overlijdt of overleden is inmiddels. En dat is gewoon heel tragisch. En als je bedenkt dat je 10 jaar geleden nog dood ging aan borstkanker en inmiddels een overlevingskans van 80% hebt, dat kan alleen maar door onderzoek gebeuren. Ja, als je dat realiseert, dan zijn dit soort initiatieven gewoon broodnodig om geld in te zamelen. Bijzonder zou ik willen bedanken het Barends Lyceum, Henk van Omme, die ons toch deze fantastisch mooie locatie beschikbaar heeft gesteld en waar we vandaag te gast zijn. We willen al onze vrienden, familie en kennissen die vandaag op een zondagmiddag zijn opgetrommeld ook natuurlijk ontzettend bedanken. Alle sponsors. Het is gewoon te veel om op te noemen en we gaan geheid iemand vergeten. Dus, maar we hebben in ieder geval ontzettend veel hulp van heel veel lieve mensen die dicht bij ons staan hebben gekregen. Wij hebben nu de grootste collectie stoere en stoeibestendige kinderbrillen van Baren en omstreken. Kom snel langs met je ouders en maak de blitz op school met je nieuwe bril. Bakker Baarn is sinds 1895 een vertrouwd bedrijf in deze regio. Van oorsprong een drukkerij en de uitgeverij van de Barentse Courant. Inmiddels is Bakker Baarn uitgegroeid tot een full-service communicatiebedrijf. Bakker Baarn verbindt de nieuwste technologie met vertrouwde kwaliteit. Wij bouwen websites, drukwerkportals, verzorgen interactief drukwerk, crossmediale toepassingen en gepersonaliseerd drukwerk. Kom naar www.bakkerbaren.nl. Goedemorgen, ik heb jullie helpen. Ja, ik wil graag twee zoveel voor hem. Goedemiddag. André van Bronckhorst, UvMA. Kom verder. Dank u.
De tijden dat er op een balletschool alleen maar klassiek ballet wordt gegeven, zijn verleden tijd. Op Balletschool Maroet wordt er sinds vorig seizoen ook breakdance aangeboden. Onder leiding van B-boy Liam, die onlangs zorgde voor een staande ovatie bij de jury van So You Think You Can Dance. Nou, ik ben Liam, ik ben 28 jaar, ik kom uit Amsterdam, geboren en getogen. Ik ben half Iers en half Grieks. Ik doe eigenlijk heel veel verschillende dingen eigenlijk. Ik ben altijd een beetje een alleskunner geweest. Ik was geïnteresseerd in alles. Dansen eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk best wel op een late leeftijd, pas 17 ben ik in aanraking gekomen met dans. En ik heb dat bij een circus gedaan, Circus Elleboog in Amsterdam. Die hebben mij een soort van mijn eerste aanraking tot breakdancing, zeg maar. Ja, en toen ik in aanraking mee was, was ik helemaal verkocht. Ik dacht van, wauw, dit is echt, dit is het. Hier wil ik gewoon verder mee gaan. En sindsdien ben ik eigenlijk mezelf verder gaan ontwikkelen binnen de breakdance scene en uiteindelijk ook andere dansstijlen. Ik heb mezelf namelijk best veel gesloopt, zeg maar, gebreakt. En dan moet je op een gegeven moment een switch gaan maken van oké, ik moet wat bewuster omgaan met mijn lichaam. Dus toen ben ik wat meer moderne dans gaan uitproberen en wat klassieke danstechnieken, want daar moet je gewoon heel erg bewust van wat je doet. En dat had ik dus niet echt. Maar sinds ik die fusie nu probeer te ondervinden, zeg maar, in mezelf, merk ik echt een hele positieve ontwikkeling. En ook in mijn eigen karakter, zeg maar, als ik dans. Het is veel meer mezelf eigenlijk. Ik heb een beetje een periode gehad in mijn leven waar ik een beetje aan het twijfelen was over waarom ik in het algemeen iets zou moeten doen. Toen ben ik een beetje in aanraking gekomen met boeddhisme en ook met hindoeïsme. Toen ben ik eigenlijk in aanraking gekomen met Samadhi Dance Company. En Samadhi Dance Company is dan een moderne dansgezelschap die fuseert tussen westerse en oosterse dansstijlen en ook met filosofie. En dat sprak mij zo aan dat dat. En ik had dat nog nooit eerder gezien. Ja, we staan natuurlijk heel positief tegenover alle ontwikkelingen die Liam met zich meebrengt. Het is natuurlijk fantastisch om te zien hoe mensen reageren op hem. Natuurlijk zijn we onwijs trots dat hij ook een soort nieuwe breeze, een soort wind in de school brengt. Door eigenlijk jongeren aan te spreken, vooral jongens aan te spreken. Ik krijg een hele andere doelgroep hier. Het is elke woensdag ook, je weet gewoon wanneer de lessen zijn begonnen hoor. Al die jongetjes. En het is gewoon heel verfrissend. Ik ben een beetje in aanraking gekomen met de balletschool een paar jaar geleden. Ik heb de familie Kelman leren kennen. Zodoende ook hun levensfilosofie, wat mij heel erg aansprak. De Kelman-familie is een hele bijzondere familie voor mij, omdat ze heel erg involved met elkaar zijn. Ik bedoel, je hebt de drie dochters en dan heb je de ouders en iedereen is heel erg met elkaar verbonden. En die connectie, dat miste ik een beetje in mijn eigen familie. Daardoor bewonder ik het ook zoveel, zeg maar, in hun familie. En heb ik ook hun moeder leren kennen, die niet heel lang heb gekend, maar die wel echt een ongelofelijke bijzondere persoon was in die hele korte tijd dat ik haar kende. En ook wel een bepaald effect op mij had, wat ik niet echt had gedacht van dat iemand dat op mij zou kunnen hebben, zeg maar. Zij was een vrouw van bepaalde woorden zeggen en die woorden waren genoeg om je hele leven soort van om te gooien. Dus dat was wel echt heel bijzonder, want ik had nooit zo iemand ontmoet. En dit is natuurlijk haar school. Dus sinds haar dochters dit hebben overgenomen, is het ook echt iets waar ik me wel aan verbonden wil laten houden. Omdat ik ook heel erg geloof in die familiedynamiek, zeg maar, wat zij hebben. Dat ik daar ook wel deel van wil zijn. Gewoon als broer, zeg maar, zijnde. Ik zie hun allemaal als soort van zussen van me. Het is gewoon een heel mooi iets wat hier is neergezet. En ik wil gewoon heel graag mijn deel soort van contributen. Aan deze omgeving, aan de leerlingen, aan de jongeren hier. Dat punt, zeg maar, is wel belangrijk voor mij, omdat ik dat heb gemist toen ik jonger was. Ik heb dat niet echt gekregen. Merk ik echt van als ik dat heb gehad, dat ik veel sneller eigenlijk in aanraking zou zijn geweest met wat ik echt wou doen, wat ik echt wou. En niet per se dat er een tijd aan gebonden is, maar ik ben van mening dat des te jonger je dat ontwikkelt, des te
meer je uit het leven kan halen. Ik geef breakdance lessen op de balletschool. Wat ook nieuw is, want normaal gezien is hier alleen maar ballet. Nu is het aan het veranderen omdat er heel veel andere lessen zijn, waaronder modern, jazz, ook zangles. En dan dus ook breakdancing. Als we het hebben over ballet, vind ik dat... ik was vroeger namelijk ook zo, dat ik heel erg dacht van ballet, dat is iets voor meisjes, of dat doen jongens niet. Maar ik wist niet wat het inhield. Ik wist ook niet soort van dat mannen dat ook konden doen en dat het eigenlijk heel vet is als mannen dat doen. Dat het best wel... Want mannen doen natuurlijk een hele andere soort van een stijl van ballet dan vrouwen. Die doen niet hetzelfde. En dat vind ik belangrijk, dat jongeren dat ook begrijpen. Omdat dat breakdancing is vet, dat geef ik ze mee. Maar er zijn heel veel technieken die ook met elkaar te maken hebben. En ook respect voor andere stijlen van dans, zowel andere mensen die dat doen. En als je jong bent, dan denk je er niet aan. Maar het is wel belangrijk dat respect en discipline van jongs af aan gewoon wordt getraind. En ik denk sowieso dat voor de jongetjes die allemaal breakdancing doen, jullie dus, dat ze een keertje ballet moeten proberen. Gewoon om te proberen. Want soms onderschat je oordeelt zeg maar zo snel op wat je denkt dat het is, totdat je het zelf doet en dan pas ervaar je eigenlijk wat het is. En pas na die ervaring kan je echt zeggen van het spreekt me aan of het spreekt me niet aan. Liam zelf is ook steeds op zoek naar nieuwe ervaringen. Zo meldde hij zich onlangs aan voor de audities van het televisieprogramma So You Think You Can Dance. En ik had eigenlijk niet zoveel met So You Think You Can Dance eerst, omdat So You Think You Can Dance is heel commercieel. En ik heb nooit echt iets commercieels gedaan. Maar ik dacht van ja, ik heb nog nooit zoiets gedaan. Ik kan het wel beoordelen, maar ik weet niet hoe het is om echt in zo'n situatie te zitten. En ook omdat ik andere dansstijlen wou proeven en ik heb geen geld. Dus ja, ik kan dan ook niet echt lessen volgen, want ik ben een beetje arm, zeg maar. Dus dacht ik van, nou, als ik aan zo'n wedstrijd meedoe, dan krijg ik gewoon de mogelijkheid om met allemaal bekende choreografen te werken. Al die dansstijlen, die mogelijkheid is er. Dus ik dacht van, ja, waarom niet? Fuck it. Ik ga het gewoon proberen. Toen ik soort van door was, toen ik überhaupt gewoon die gouden ticket kreeg, was ik een beetje overdonderd van wat betekent dit? Ik wist niet eens wat het was. Zover ik heb begrepen, is het ook de eerste keer dat ze überhaupt zoiets uitbrengen. Dus ik was een beetje van, wat gaat er gebeuren? Toen had ik gehoord van, ik ben nu door naar de bootcamp in één keer. Was het wel een beetje van, oh wow, oké. Wel bijna een soort van druk. Van, oh shit, ik moet nu wel... Blijkbaar heb ik mezelf op een bepaald niveau gezet wat ik nu altijd constant moet behouden. Dat was een beetje beangstigend eigenlijk, eerlijk gezegd, omdat er heel veel goede dansers waren. Maar ja, toen dacht ik van ik moet gewoon voornamelijk mezelf blijven en in mezelf geloven. En dat is hetgene wat mij ook heeft door laten gaan. Niet dat ik een geweldige danser ben, maar gewoon dat ik geloof in wat ik doe en wie ik ben. En dat ik dat gewoon wil overbrengen. En dat is gewoon heel duidelijk overgekomen. Waar ik echt heel erg blij om ben. Dus ja. Ik wil hem ook volgend jaar. Ik denk dat het lastig wordt met... ik wil dat meer mensen hem willen. Maar ja, toen ik hem zag op tv... En dat is dan helemaal niet omdat ik hem dan zo goed ken... Maar echt... Ja, wat gaan in mijn ogen. Thank you.
bent hier gekomen met je hond, hè? Ja, ik ben hier gekomen met Butler, met mijn hulphond. Ja, en ja, wat doet een hulphond? Nou, een hulphond die helpt mij vooral met mijn dagelijkse levensverrichtingen, zo heet dat. Butler is een ADL-hond. En hij helpt mij vanaf 's morgens vroeg tot 's avonds laat dat ik weer naar bed ga. En dan helpt hij mij onder andere met de deuren te openen en te sluiten. Hij helpt mij met alle dingen die ik laat vallen met oprapen. Maar hij helpt mij ook met aan- en uitkleden. Hij helpt mij met de was in de wasmachine te doen en weer eruit halen. En in de droger te doen en weer uit te halen. Hij helpt mij als we naar de winkel gaan. Dan pakt hij de spulletjes uit de schappen. Hij pakt dan mijn portemonnee. Als ik iets laat vallen, raapt hij het op. En dat gaat heel ver hoor. Dat gaat van een muntstukje. Maar hij pakt ook mijn pasje als ik dat laat vallen. Het is zoveel. En, gisteren was ik bijvoorbeeld, dan lig ik in mijn rolstoel. En dan gaat de bel. En dan is de postbode aan de deur. En die kwam een pakje brengen. En eer dat ik dan bij de deur zou zijn, dat duurt best wel heel lang. En dan zeg ik alleen maar tegen Butler, Butler, trek deur. En dan gaat hij eerst de tussendeur open doen. Gaat hij de voordeur open doen en dan laat hij de postbode, doet hij de deur open en dan pakt hij het pakje en dan komt hij het pakje bij me brengen. Ja, zo, het is echt heel erg fantastisch. En is de postbode helemaal enthousiast en blij. En, maar zo heeft hij ook een keer de deur open gedaan voor de man van de hondenbelasting. En dat was echt hilarisch gewoon. Die man stond voor de deur en dus ik zei van Butler trek deur. Ik kijk altijd wel een beetje wie het is, want ja, er kan natuurlijk ook wel andere mensen binnenkomen. En die man die stond voor de deur en ik wachtte even af wie het was. Ik kende hem niet. En die zegt van, ik ben van de hondenbelasting. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat de hond ook de deur voor me open doet. Dat was echt heel erg komisch, ja. Butler bij je gekomen? Hoe is dat gegaan? Nou, het was zo. Mijn vorige hond, die was overleden. En nou, een leven zonder hond is voor mij niet denkbaar. Dus ik wist wel dat er een hond weer zou komen. Maar ik had inmiddels al MS. En ik dacht, ik wil wel een nieuwe hond. Maar een pup was eigenlijk best wel moeilijk. En toen dacht ik, nou, een hulphond die ik zo kant en klaar thuis krijg, dat is niets voor mij. Dat is, nee, ik wil ook wel uitdaging in mijn leven. En dus toen kwam ik eigenlijk via mijn dochter in aanraking met hulphondenschool De Klik. En ik hoorde dan dat je daar je hulphond zelf op kon leiden. Dus ik dacht, wauw, dat is wel echt iets voor mij eigenlijk. Dus toen heb ik wel zelf een hondje gekocht samen met mijn man. En toen is dat Butler geworden, de labradoedel. En ja, dan ga je dus daar zelf naar school. En dus eerst moest hij een best wel strenge keuring, een medische en sociale keuring. Ze moeten dus wel super gezond zijn en ja, een heel goed sociaal gedrag vertonen. En dan ga je samen naar school en dan ga je daar die opleiding zo doen. Moet een hond examen doen? Ja, we moeten. En ik ook. Samen doe je examen, ja. En als hij klaar is, leert hij dan nog bij? Of zeg je gewoon, nou, hij is klaar? Nee, eigenlijk ben je nooit klaar. Eigenlijk moet je het zo zien, net als met kinderen. Je krijgt een kind en dan de opvoeding is ook niet tussen 1 en 3 middags. Je voedt eigenlijk altijd op en het is eigenlijk met je hulphond ook. Je bent eigenlijk altijd bezig. Je bent eigenlijk altijd ook aan het opbouwen en je leert eigenlijk iedere dag weer een beetje bij. En het is zo leuk dat je nu help je daar ook op die school, hè? Ja, toen ben ik daar zo enthousiast geworden. Ik vond het zo prachtig wat ze daar doen. De mogelijkheid om zelf je hond te trainen, dat is zo bijzonder. Dus toen ben ik zelf inderdaad vrijwilliger geworden, ja. Wat betekent zo'n hond nou voor jou? Nou, het betekent buiten de hulp die je iedere dag van je hond krijgt, is het ook gewoon een enorm maatje. En dat is ook het mooie van die opleiding, dat wil ik even vertellen. Want kijk, je leert in de opleiding natuurlijk de werkzaamheden die Butler voor je doet. Maar op de allereerste plaats leer je gewoon ook om elkaar te begrijpen, om elkaar te verstaan. Want als je een hond hebt, dan je kent elkaar eigenlijk niet goed. En hij begrijpt niet wat hij van mij wil, of hij begrijpt niet wat ik van hem wil. En omgekeerd ook niet. En dat hebben we ook op die school geleerd. Dat is eigenlijk de basis. Eerst moet je elkaar goed verstaan, zeg maar. We moeten elkaars taal leren begrijpen. En pas dan, als die binding er is, dan pas kan je samen gaan werken. Butler heeft een dekje om. Daar staat ook op niet aanraken. Waar is dat voor?
Nou, en als butler werkt voor mij, dan beloon je hem daar ook voor. Net als dat, als jij iets voor mij zou doen, dan zou ik ook zeggen, nou, dankjewel. En dat is met butler ook zo. Als butler iets voor mij doet, dan is het de ene keer krijgt hij een beloninkje in de vorm van een koekje, een brokje. De andere keer zeg ik gewoon, dankjewel butler. En de andere keer, dan geef ik hem een knuffel. Als andere mensen hem gaan knuffelen of aanhalen, dan heeft hij zoiets van, ja, nu krijg ik zomaar een gratis beloning. En waarom doe je dat? Daar zit butler helemaal niet op te wachten. Dat vindt hij helemaal niet prettig. Mensen denken dan dat ze butler een plezier doen, maar dat is gewoon niet zo. Hij raakt ervan in de war. Je bent voorzitter van de stichting De Hond kan de Was doen. Wat doet die stichting precies? Ja, wij zorgen eigenlijk voor het vergaren van geld om het mogelijk te maken om eigenlijk hulphonden op te leiden. Is dat nodig dat dat gebeurt? Ja, het is enorm nodig. Want wij zien zelf wat het voor enorme voordelen biedt als je als iemand met beperking een hulphond hebt. Want een hulphond biedt niet alleen natuurlijk de praktische oplossingen, maar is eigenlijk ook een beetje een dagboek soms voor iemand die een beperking heeft. Ik kan van alles er tegen vertellen. En samen dat delen, dat is meer dan wat je zo op het oog zou bedenken. Ja. Hoeveel kost een opleiding? Nou, de opleiding varieert. Ligt ook een beetje aan de moeilijkheidsgraad van de hond. Maar zo tussen de 23.000 en de 25.000 euro moet u wel rekenen. Het is een heel arbeidsintensief traject. Want die trainsters komen bij je thuis. Werken niet alleen die middag één keer in de week met je. Maar die gaan ook nog eens een keertje alle verslagen na. Gaan adviezen geven. Zijn soms in de avonduren er ook druk mee. En ja, daarnaast heb je natuurlijk de aanschaf van de hond, alles wat daarbij komt. Dat is het wel. Want je bent bijna een jaar bezig met zo'n traject, hè? Wordt dat niet vergoed door de zorgverzekering of zo? Nou, er zijn zorgverzekeringsmaatschappijen die wel een vergoeding doen. Maar wij zeggen altijd, het is meestal 2/3 van wat het kost om een hulphond op te leiden. En dat andere derde, dat halen wij vanuit onze stichting, hè, door de donateurs die we hebben, verzamelen we dat geld. En kindermaatjes, die hebben totaal geen vergoeding. Dus het betekent wel dat je echt als stichting ook behoorlijk aan de bel moet trekken bij donateurs. Van, wil je helpen? En we merken dat het laatste jaar, 2 jaar, toch wel wat moeilijker wordt om de donateurs te krijgen. En ja, we zoeken dus altijd wegen om aan geld te komen. Ja. U heeft ook voor kinderen, vertelde u net wat over. We hebben ook hulphonden die we speciaal voor kinderen weer opleiden. We noemen dat kindermaatjes. Als een kind een beperking heeft of soms ook een niet al te lange levensverwachting, dan is het heel erg goed om een kind eigenlijk met een hond op te leiden. Ze leren dan niet die 70 handelingen, zeg maar wat minder handelingen, maar wel alle praktische handelingen die nodig zijn voor dat kind. Als het potloodje van de rolstoel valt en je kan niet verder, dan is die hond er weer. Maar ook daar is weer dat samenspel van hond en kind. En ook de vriendjes van dat kind, die hebben het ook weer heel plezierig. Plus, het jongetje of meisje met die handicap gaat naar buiten, gaat de hond uitlaten. Is dus eigenlijk in het sociale verkeer gewoon lekker bezig. En dat is eigenlijk waar wij enorm van genieten. Ja, wat voor soort mensen doneren bij u? Heeft u daar inzicht in? Ja, dat zijn eigenlijk donateurs van €5 per maand. We hebben zelfs donateurs van €2 per maand. Eigenlijk zijn we met elke euro heel erg blij. En we werken eigenlijk met een machtigingskaartje, bijvoorbeeld als we op een beurs staan of wat ook. Dan kunnen mensen dat machtigingskaartje invullen. En via onze website is het ook mogelijk om aan te klikken dat je wil sponsoren. Hallo, met Kees. Hey Kees, Truus hier. Hoe gaat het? Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen. Dat kan wel een uur duren. Een uur? Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon, sleutels en post, opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen. Helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond kan de Was doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond kan de Was doen. Giro 7-3-0-6. Power.
Don't shed no tears.
I'll
I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway, taken a lot and more, much more than this. I said, what are